Deze nieuwsuitzending is weer heerlijk actueel, want het is nu vrijdag 9 maart 2018 en dit is geplaatst op 7 maart. Dus dat was op 9, 8, 7, woensdag dat geweest. Ja. Afgelopen woensdag. En het staat in de Groene Amsterdammer. Ik ga een stukje voor, ik ga het helemaal voorlezen. En erop reageren. Want ik vind dat het gezeik echt voorbij moet zijn. Dan moet ik klaar zijn. Weet waar het over gaat. Je kan wel tegen smurfen zijn. Ik zeg, ja, ik hou niet van smurfen, want die enge groene mannetjes die doen me denken aan aliens. Nou, het punt is, smurfen zijn niet groen, die zijn blauw. Dus als je dan een hekel hebt aan smurfen, dan moet je het hebben dat ik een hekel heb aan blauwe mannetjes. En niet aan groene. En zo worden ons allerlei dingen opgelegd aangaande bevolkingsgroepen die zich houden aan het boek. En het boek is natuurlijk de Bijbel. En ga er maar vanuit dat de eerste beste Mohammedaan respect heeft voor de Bijbel. En zo niet, dan gaat hij in tegen de Koran. Als christen kan je hooguit zeggen van ja, die Mohammedanen die noemen Christus Jezus niet de Zoon van God. Die noemen hem een profeet. De zoveelste op rij. En dat is hij volgens de christenen niet. Jeremia, Hosea, Elia, en Elisa, en al diegenen die ik vergeten ben, Samuel, Daniel. Het waren profeten. En om het kort samen te vatten. Christendom heeft zwaar last van de, wat er nu heet de nieuwe wereldorde. Maar het christendom heeft zwaar last van degenen die geen zin hebben in anarchie. En anarchie houdt in dat je niet denkt in kaders zoals de heilige papa. Wat je er maar bij wil verzinnen. Nou, ik ga nu even voorlezen. Fatima Elatik. Het politieke gewicht van de hoofddoek. Nou, dan kan ik gelijk al stoppen. Dan wil ik ook geen politiek meer. Als de politiek gaat over textiel, stop er maar mee. Er is in de Nederlandse wet geen regel te vinden waarin staat dat het dragen van een hoofddoek verboden is. Op straffen van maximaal 3 maanden bijmebaaiers. Of een boete in euro's van 1500 keer per overtreding. Dat staat in de Nederlandse wet niet. Dus wat heeft de politiek er dan verder mee te maken? Ik kan zeggen, het politieke gewicht van mensen die maken hun oren schoon met zo'n stokje. In plaats dat ze gewoon peuteren. Maar die hebben ze dan zo'n stokje. Het politieke gewicht van oorstokjes. Hoofddoekjes. F my a-hole. En dan de volgende. Mijn God is geen bang ventje. Taalkundig klopt dit niet. La ilaha illallah. En als je geen gebruikt, dat je zegt altijd nog, mijn God is, en dan een of ander woord, bang ventje. Mijn God
bang ventje. Ja, maar ze zegt, is geen. En ik denk, ja, waar heb je het over? En waarom heb je het überhaupt over God? Ik zou het erg op prijs stellen dat de politiek zich bezighoudt met daar waar de politiek voor bedoeld is. In plaats dat ze zich gaat bemoeien met religie. Want ik weet precies hoe die stroming in elkaar zit. En waarom ze van ons, de anarchisten, af willen. Want ze willen één grote soepzooi maken van de staat en de kerk. Eén staat, één kerk, één wereld. En daar heb ik geen zin in. Op een dag misschien wel hoor. Ik ben niet, hoe noemen we dat ook weer, stubborn op zijn Engels. Ja, ik luister zoveel Engels. Hardkoppig. Hardhoofdig, dat is het. Ik ben niet hardhoofdig. Maar ik wil wel graag, ik weet dat die lui dat doen. En dat levert niets dan ellende op. En mevrouw Fatima Elatik, die zit er lekker aan mee te doen. Dan gaan ze dus, nu gaan ze dan praten. Ik ben alles wat dit land niet wil. Concludeert Fatima Elatik na een roerige carrière in de Amsterdamse politiek. Bij de politie stond ze aan de basis van het programma, tussen aanhalingstekens, politie van iedereen. Dat inmiddels landelijke opvolging krijgt. Daar ga ik bij mij ook alweer kriebelen hoor. Nou, dan komt er een foto van haar, die kunnen jullie nu ook zien. En heeft ze inderdaad een hoofddoek op en lippenstick. En ze heeft haar ogen opgemaakt. Dus waar heb je dan over? Fatima Elatik wilde neutraliteit. Wilde neutraliteit Amsterdamse politie slopen. En las korpschef voor uit Koran. Kopt geen stijl. Het is maar een van de vele artikelen die over de oud-programmadirecteur Politie van Iedereen zijn geschreven. Fatima Elatik. Tussen haakjes 44, dus wel 44 jaar oud zijn, ligt zowel in de gevestigde media als op sociale media al ruim een jaar onder vuur. Ook na het neerleggen van haar functie bij de politie in september 2017 houdt het de golf van kritische berichtgeving aan. De bekendste hoofddoekdragende vrouw van Nederland zou de bedenker zijn van het gevraagde hoofddoek. Plan bij de politie en hoogstpersoonlijk verantwoordelijk zijn voor de islamisering van de Nederlandse overheid en dat alles op kosten van de belastingbetaler, aldus de vele insinuerende krantenkoppen. Nou, nu ga ik even reageren. Het christendom, dat is een anarchie. Dat staat voor een scheiding tussen kerk en staat. Er mag best een hiërarchische organisatie zijn, maar dat is de staat. De kerk, dat zijn de gelovige mensen. Die in de regel kunnen lezen. En dat scheelt al heel veel. En dat heeft niks te maken met de staat. En nu is er een geloof. En dat heet katholicisme. En dat beweert het tegenovergestelde. Die zegt dat de kerk en de staat verenigen moeten, zullen. En dat doen ze dan door de baas te gaan lopen spelen van alle staten. Dat heet in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring, The Woman Riding the Beast.
Even kijken of ik erbij kan. Hoe is dat precies vertalen? In het Nederlands. Geef me even de tijd, ja? The woman riding the beast. Kijken welke we dan vinden. Woman riding the beast. Welk vers is dat? Nou, kom op. Revelation chapter 17. Ik ben even heel snel aan het lezen, zodat jullie niet in slaap vallen. Ja, trouwens, we vallen maar lekker in slaap. Maken. Dat is 17 staat. Nou, kijken of ik de Statenbijbel erbij kan krijgen. Statenbijbel. Statenvertaling pak ik dan. Statenvertaling. Online. Oké, en dan zoek naar openbaring. Zoek. Kijk, openbaring. Dat is niet helemaal wat ik wil. Oh jee, één van twee. Ja, nee, de... Ja, doe ik even gezet. Ja, 17, 18, openbaring 1. Oké, maar hoe kom ik in mijn openbaring hoofdstuk 17? Hele hoofdstukken, versen, Oud Testament, Nieuw Testament. Oud Testament, maar even hier zoeken. Ik had het moeten voorbereiden. Even denken. Openbaring. Yep, en dan 17. Oh, wat een mooie vertaling. Even kijken. Jullie kunnen met me meelezen. Moet je even snel te kijken. Ja, the woman riding the beast. Ik kan er maar een hele uitzending over houden. Wat mooi vertaald. Even kijken hoor. Ziende het beest dat niet is. Oké, de volgende keer ga ik dit beter voorbereiden. Maar hier onderin, bij vers 18, dat is het laatste vers van Openbaring 17, daar staat: en de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En dat gaat niet over een vrouw, het gaat over de vrouw. En dat is de kerk. Zo moet je dit begrijpen. Dus, en de kerk die gij gezien hebt, is de grote stad die de heerschappij heeft over de heersers. En dat is de eenheid van kerk en staat, waarbij de kerk de baas is van de staat. De vrouw bereidt het beest. Ergens letterlijk staan. Ik pak nog even de King James erbij, anders lijkt het net alsof ik uit mijn. Woman riding the beast. Kijk hoe het oplevert. Oh ja, hier staat het. 17 vers 7 moet ik hebben. Ja, hier staat het. Openbaring
hoofdstuk 17, sorry, vers 7. Daar staat in de Statenvertaling: En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt. Het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Dat is the woman riding the beast. Want de vrouw, de kerk, die wordt gedragen door de staat. Door de beestachtigheid. Van de mensen. En ik wil dat niet. En als jij nog 3 hersencellen hebt, waarvan er eentje uitgevallen is, maar dan heb jij nog 2. Dan zou je dat ook niet moeten willen. En ik wil ook geen hoofddoekplan. Het gevraagde hoofddoekplan. Dat wil ik helemaal niet. Wat maakt mij het uit? Straks krijg je een geloofsysteem en dan moet iedereen met een eierdoos op zijn hoofd lopen tegen de geluidsoverlast voor de geluidsdemping. Ja, die vrouwen die praten allemaal zo hard. Gewoon de eierdozen eromheen. Het lijkt me belachelijk. Als mensen dat willen doen, zelf weten. Maar dat de overheid zich daarmee gaat bemoeien. Maar ja, nee, we gaan verbieden. Want we moeten ingrijpen, want anders worden we geïslamiseerd. Nou, dat is mijn probleem niet. Ik heb geen overheid nodig. Daarvoor. En om het maar even lekker christelijk te zeggen. In het Nieuwe Testament staat toch ook op een aantal plekken. Dat vrouwen een beetje moeten dimmen. Want ze zijn zo verschrikkelijk mooi. Dus, cool it down, baby. En laat die lelijke mannen ook even wat zeggen. In de Bijbel staat er echt zoiets als: in de kerk dienen vrouwen hun hoofd te bedekken. Want anders zit de goede gemeente alleen maar te kijken naar die mooie haren. En niet te luisteren naar het woord. En mijn oma, die droeg ook een hoofddoek. Dus, ja, dus mijn oma, wiens tweelingzus nog verkracht en vermoord is door een losgelaten TBS'er. Dus ja, ga niet vertellen dat mijn familie zo welmachtig was. Maar die kon haar eigen hoofddoek verzorgen, hoor. Ik heb nog nooit gehoord dat ze, voordat ze met mij naar de bakker ging lopen, dat ze zei: ik ga even de politie bellen om te vragen of ik wel mijn hoofddoek om mag. Dan ben jij gek? Ze deed een hoofddoek om. Dat was toch haar hoofddoek? Het heet alleen geen hoofddoek. Ja, het heet wel een hoofddoek. Ja, het heet ook een hoofddoek. Gezeur in de ruimte, vind ik dit. Ik ben blij dat ze eruit gebonsjoerd wordt, maar ik ben bang dat we hier 10 elatiks, Fatima elatiks, voor terug gaan krijgen. Dan staat hier: je moet me niet googlen. Waarschuwt Fatima Elatik voor het eerste interview. Tijdens het eerste interview, zou ik zeggen. Ik doe het toch. Dus googelen dan, denk ik. Oh, de interviewer zegt het dan. Ik deed het. Nou goed, maakt niet uit. Niet zo heel mooi geschreven. Haar leven wordt op Wikipedia teruggebracht tot een reeks pijnlijke affaires. Schreeuwende koppen, scherpe sneren en een hoop hoon. Ja, dat lijkt me wel. Zeker hoon.
Zij zegt een beetje invulling te geven aan het boek Openbaring. Maar dan van de verkeerde kant. Ja, het staat in het boek Openbaring. Want ik ben Fatima Eglotiek en ik weet van het boek Openbaring. Ben jij gek? Natuurlijk. En dat moet je allemaal gaan doen. De vrouwen die moeten het beest gaan bereiden. Dat het beest lekker tussen haar benen zit. En hoep, de boep, de boep, de boep. Power to the women of zo. En dan gaat ze weer verder hoor. Meer dan 20 jaar heb ik me voor deze maatschappij ingezet. Vertelt ze met zichtbare emotie. Ja, ga er weg. Ja, 20 jaar lang heb je al vet verdiend. En dan een beetje van hot naar her rijden. Krijg je zo dadelijk ook nog. In je dienstauto. Vier jaar voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. En vervolgens diende ik 12 jaar in bestuurlijke functies. Oh, dan heb je dus ook niet gewerkt. Een beetje toezichthouder gedaan. Ja, want ik ben Fatima Eglotiek. En ik heb een hoofddoek. En ik heb die nieuwe lippenstift. En bij mij in Amsterdam is de bijenkorf nog wel open. En die koop ik dan, die mooie lipsticks, want ik wil niet zomaar een lipstick. Ben jij gek? Nee. Ik ben de woman riding the beast. Dan heb ik ook mascara. Dat is een heel gedoe hoor. Want die mannen die kunnen allemaal zonder mascara en lipstick. Dus ik wil ook dat vrouwen eigenlijk meer betaald krijgen, want die moeten die lippenstick opdoen. En dan bedenk je dat het kost. Nou, dan gaat zij weer door. En met liefde, hè? Echt. Ik moet weer even inhaken. Echt. Dat is geen Nederlands woord. Dat is hetzelfde als in het Engels dat je de hele tijd zegt essentially, basically, really, you know. Je kan net zo goed zeggen, en met liefde, weet je wel, weet je niet. Nou, ik zou het echt niet weten. Ik weet niet waar die liefde van haar uit bestaat. Ze mag van mij in Nederland blijven wonen, ze hoeft van mij niet uitgezet te worden. Waarom? Van mij mag ze een hoofddoek om. Ze mag met mij met een boerka over straat. Wat doe ik hier? Met veel liefde. Altijd aan het werk. 80, soms 90 uur per week. Weekenden. Ja, dat lijkt me nogal wieders, ja. Als je 90 uur per week gaat werken, nou, je kan 10 uur per dag draaien. Dus dan heb je al 9 dagen nodig. Als je dan 12 uur per dag gaat draaien. Ja, dan red je het ook niet in 7 dagen. Dus natuurlijk ook de weekenden. Ik ga weer even door voorlezen. Ik ben nog bij geen verjaardag van de kinderen van mijn vriendinnen geweest. Ik was altijd dit land aan het dienen. De wereld proberend te redden. Mijn sociale dienstplicht zit erop. Een leven lang hard werken voor deze samenleving. Teruggebracht tot een handvol debakels. Ik ben ook nog nooit op een verjaardag van een van de kinderen van een van mijn vriendinnen geweest. Ja, of vrienden dan in mijn geval. Ja, 1 keer. 1 keer, oké. Okay. Oh, dus ik kom wel 1 keer naar de verjaardag toe van een... Dat was trouwens niet eens een echte kind van hem, dat is een pleegkind. En voor haar is dat erg? Ja, ik klaag daar toch ook niet over?
Ik was altijd dit land aan het dienen. Ja, maar hoe dan? Wat heb je dan gedaan? Hoofddoeken bij de politie? Ik ruik hier katholicisme, hoor. En dan gaat hij even verder, de journalist. We zitten in Café Mok in Amsterdam-Noord. Dat interesseert me helemaal niet. Weg uit de drukte van het centrum. Dat lijkt me ook nogal wie. Dus Amsterdam-Noord is niet Amsterdam-Centrum. Aan de overzijde van het IJ ligt haar oude stadsdeel Zeeburg. Dat later fuseerde in Oost. Waar ze 7 jaar als stadsdeelwethouder werkte. En in 2009 stadsdeelvoorzitter werd. Met een korte interruptie was Elatik, dus Fatima Elatik, tot 2014 voorzitter van haar geboorteplek en geliefde stadsdeel Oost. Ze trad in 2010 af wegens wantoestanden. Een beetje qua... Oké, dus in 2014 was ze voorzitter van haar geboorteplek. En in 2010, dus 4 jaar daarvoor, was ze afgetreden. En dat was dan die korte interruptie. Wegens wantoestanden bij muziekcentrum MusiQ. Een erfenis van anderen. 2 maanden later werd ze weer als voorzitter geïnstalleerd. Niet in het minst vanwege een sterk staaltje burgerinitiatief op Tumblr. Waar boze stadsdeelbewoners de terugkeer van hun voorzitter eisten. Oké. En dan hier. Zo, dit is wel echt lachen. Is het nou echt zo dat die mensen hier naartoe komen om allemaal in de gemeenteraad te gaan zitten? Ik zit toch ook niet in de gemeenteraad? En waarom zitten al die mensen in de gemeenteraad? Een flauw idee, hoor. Gaan we even verder. De journalist aan het woord. Er zijn meer van dit soort akkefietjes die aan haar naam blijven plakken. De huur van een boot voor het stadsdeel voor 35.000 euro om deel te nemen aan het maritieme evenement SAIL 2010. En dan komt er een kwotering, dat heeft dus Fatima Elatik gezegd. Ik heb slechts uitgevoerd wat eerder besloten was, maar wel gezorgd dat de betekenisvolle stadsdeelbewoners mee mochten varen. Nou, zij had moeten zeggen, deze onzin, daar gaan wij niet aan meedoen. Het mag dan wel besloten zijn, maar ik verleen daar mijn medewerking niet aan. Je gaat toch niet op kosten van de burger een boot huren voor 35.000 euro? En betaalt iedereen zijn drankjes dan? Nou, ik dacht het niet, hè? Natuurlijk nog een beetje eten erbij. En niet een broodje bal. Wat zo'n arme sukkel zoals ik dan af en toe weet te scoren. Of een broodje falafel. Voor 2,50. Nee. Dan gaan we natuurlijk lekkere dingen eten. Iets met salmsalade. Want we zitten toch op een boot. En dan gaat de journalist weer door. De boot van stadsdeel Noord. Dus het ging bij haar over stadsdeel Oost. En stadsdeel Noord had een boot van 60.000 euro. En de gemeente had ook nog een eigen boot. Nou, wat die kost, dat heeft die journalist niet kunnen achterhalen. En dan komt hier een quotering, en dat zal dus Fatima Elatik wel gezegd hebben. Een pretjacht voor mij en mijn vriendjes? Wat denk je zelf? Het was Ramadan. Ik was aan het vasten, had honger en dorst. En dan was het ook nog snikheet die dag. Ja, had de hele boel afgeblazen. Had gewoon gezegd van, by the way, het komt er goed uit. Want die sailors tijdens de Ramadan... Dus dat wil ik toch al niet meedoen. En ik vind het belachelijk dat er 10 bij elkaar, want dan is het 35.000 euro voor het stadsdeel Oost. En dan heb je nog 60.000 euro voor het stadsdeel Noord.
Dat is bij elkaar een ton. Ja, geef mij die ton. Dan kan ik wel een aantal jaren van leven, denk ik hoor. €1000 per maand. Dus dat is een. Nou, ik had 12 jaar van leven. Acht jaar. Kan ik 8 jaar van leven. En zij was aan het vasten, ze had honger en ze had dorst. Ja, nou en? Je blijft dan thuis. Ja, ik moest hard werken, want ik moest mee op die boot. Want het was eerder. Ik moest de uitvoering doen van iets wat eerder besloten was. En ja, dan moet ik echt naar mijn werk. En dan moet ik op tijd zijn voor die boot. En dan het heel geschommel hoor. Want het was ook een beetje van die golfslag. Dat je denkt van wow. En dan was snikheet. En ook de Ramadan. Nou, ik kwam dood op thuis. Ja, was in je bed blijven liggen. Vervolgens ontstond ophef over een vermeende declaratie van een taxirit naar Nijmegen van €450. Terwijl de oud-bestuurder, dat is dus Fatima Elatik, ook al over een dienstauto beschikte. Nou, dat zou ik ook al willen. Dat lijkt me fijn. Een mooie baan, hoor. Er was in die dagen een streng veiligheidsregime in verband met bedreigingen. De dienstdoende chauffeurs waren niet beschikbaar. Iedereen was bang voor ik weet niet van wat. En al die chauffeurs zeiden, er is een heel streng veiligheidsregime. En ik moet nu Joris van der Graaf ophalen uit Diederwijk. En die moet gebracht worden naar Heerhugowaard. Dus ik heb geen tijd om voor Fatima Elatik aan de slag te gaan. Dat zal dan wel. Het was zo druk in die tijd vanwege het strenge veiligheidsregime. Dus, ja. Gaat hij weer door als journalist. Dus regelde de gemeente een taxi. Fatima Elatik geeft aan van geen bonnetje te weten. NRC Fact Check zocht de affaire op 8 januari 2013 uit en stelde haar in het gelijk. Wacht even hoor. Zij zegt van geen bonnetje te weten. NRC Fact Check die heeft dus ook gekeken en zegt, nou, er is helemaal geen bonnetje. En dan gaat er een quotering. Wat denk je? Dat is dus Fatima, hè? Elatik. Wat denk je? Dat ik bonnetjes declareer? Ben je gek? Ik ben vrouw, gehoofddoekt en Marokkaan. Voor mij geldt altijd een dubbele bewijslast. Ik betaal zelf. Dus madame Fatima Elatik heeft €450 uitgegeven voor een taxi naar Nijmegen? Maar hoe laat was het toen? Ze zit toch in Amsterdam? En de laatste trein van Amsterdam naar Nijmegen, die gaat om 00:30 s'nachts momenteel. Ik kan nog even een 9292 OV erbij pakken, maar... En waarom moest ze dan midden in de nacht naar Nijmegen toe? Een ruzie gemaakt met een Nijmeegse bestuurder? En dan dat ze zegt, ben je gek? Ik ben een vrouw, gehoofddoekt en Marokkaan. Ja, what do I care? Dus zij is Marokkaan. Oh, dan is het geen Nederlander. Dan zijn we er ook gelijk mee klaar. Zij is slechts op bezoek. Als die mensen zo trots zijn op hun cultuur, dan heten het voortaan ook Marokkanen. En niet meer Nederlanders. Bah. En voor mij geldt altijd een dubbele bewijslast. Ik betaal zelf. Dat snap ik niet qua logica. Dus ben je gek? Nee, ik ben gek.
Ik ben een vrouw, ik draag een hoofddoek. Ik heb een, het liefst zou ik in Marokko wonen. Maar ja, helaas zit dat er niet in voor mij. Dus ik moet maar hier zitten tussen jullie zeurneuzen. En ik betaal alles zelf. Oh ja. Dus jij, hier staat dus ook. Wat denk je dat ik bonnetjes declareer? Dus zij declareert nooit wat? Are you effing my a-hole? Dat houdt in dat zij in de rondte loopt met een creditcard van de gemeente. Dan kan je gewoon lekker creditcarden de hele tijd. He, een bon die declareer je omdat je zelf betaald hebt. Dat lijkt toch logisch? Dat is allemaal toegestaan. Dat vind ik heel normaal hoor. Ik heb ook meegemaakt. We gingen we vergaderen en dat kon niet overdag. Dat zou moeten na werktijd. En niemand wilde te laat naar huis. Dus er werd afgesproken om ergens te gaan eten. Want je moet toch eten. Hè? Je bent tot 6 uur aan het werk. Dan moet je nog een uur, 1,5 uur naar Zoetermeer. Dan nog vergaderen. Ja, en dan verrek je van de honger. Ja, en dan is er één iemand en die pakt de bon op. Die betaalt hem contant. Die stopt die bon in zijn portemonnee. En die declareert hij. Dat doet dus Fatima Elatik niet. Nou, dan vraag ik me af hoe ze dat... En dan heeft ze zelf die €450 betaald voor een taxi. Ja, wat voor salaris heeft dat mens dan ontvangen in die tijd? Dat ze zomaar €450 uitgeeft voor een taxi. Mijn woning waar ik nu in woon, die kost mij €335 kale huur. Alles bij elkaar, wat mijn hele woning kost, inclusief gas, water en elektra, en de huur, dat smijt zij er eventjes uit voor een taxirit. Maar hoe komt het dan dat ik moet rijden met een Renault Clio? En zij doet dat dan met een hoofddoek. Oké. Daarna, de journalist gaat weer door, daarna bekritiseerde rechtse media als De Telegraaf haar vanwege de vermeende fraude en corruptie van de Amsterdamse ambtenaar Sadia A. T. Wat een rare achternaam. Wie heet er nou T? Dus niet T-H-E, nee. Sadia spatie, kleinletter A, spatie, hoofdletter T, punt. T, punt? Is dat een Marokkaanse achternaam? Of is het een crimineel? En dan gaat ze door. Oh ja, Sadia A.T., die in Elatix directe kennissenkring zat. En dan krijg je citaat, dit is weer Fatima Elatik aan het woord. Als het ging om Hollanders, was het niet eens in de krant gekomen. Dit soort dingen gebeuren elke dag. Ik ben al 20 jaar actief. Ik heb een netwerk. Zei ze op 26 augustus 2017 in een interview in de Volkskrant. Iedereen, gaat weer even verder, iedereen kent oud-collega's van het werk. Ik ook. Bij VVD'ers heet het een netwerk. Maar vanwege onze kleur is precies hetzelfde verschijnsel ineens verdacht. Ik vind het zo gezeur. Vanwege onze kleur? Je bent lekker wezen varen op een boot. Die kostte 35 ruggen. Plus de rest natuurlijk. In het kader van een feestje waar de hele gemeente zich misschien wel 2, 3, 4, 5 ton aan heeft belopen betalen. Die ze niet zelf verdienen. Die ze binnenkrijgen van de gemeentebelasting.
En dan gaat zij zeggen, ja, ik lig onder vuur, want ik ben Marokkaan. Nou, misschien is het ook wel zo dat als je Marokkaan bent en je woont in Nederland, dan ben je slechts op bezoek en heb je je wel te gedragen. En dat zij dan denkt, ja, hier in Nederland, ja, die VVD'ers, dat doet ook allemaal van alles wat hoor. Mag ik dat dus ook? Ja, dat is best ja. Behalve natuurlijk dat wij van die VVD'ers, die de hele tijd van onze poen lopen te feesten vieren, die houden wij niet van. Dus ook niet van Marokkaanse feestvierders. Ja, maar nee, die Hollandse feestvierders, die worden altijd buiten de wind gehouden. En ik ben elke keer, of ons, ja, wij zijn de Marokkanen, we zijn geen Nederlanders. En we hebben een eigen cultuur en die cultuur moet er hierin en de politie moet hoofddoeken. Of zoiets. Wat gaat de journalist verder? Fatima Elatik wordt naar eigen zeggen, en dan dat komt er een kwartering, met de haren en hoofddoek, dus dat zij wel gezegd hebben, bijgesleept. Dan gaat Fatima Elatik weer verder. Ze weten niet wat ze met me aan moeten. Ik pas in geen enkele box. Ik ben alles wat dit land niet wil. Marokkaans, vrouw, moslim, links, goed gebekt, Amsterdams, Ajaxiet en dan draag ik ook nog een hoofddoek. Ik ben gelovig, maar ik heb progressieve waarden. In welk doosje ze me ook proberen te stoppen, ik pas er niet in, daar worden mensen onrustig van. Nou inderdaad, Fatima Elatik. Ga jij maar op zoek naar een doosje waar je in past. Maar in de doosjes die ik heb voor mensen, daar pas jij niet in. Want jij bent katholiek. Qua politieke overtuiging. Dus dat iemand katholiek is of iemand Mohammedaan is, I don't care. Maar op het moment dat je jouw geloof gaat lopen mengen in de politiek, voor mij is het afgelopen. Kan ik jou, je zal Fatima Elatik niet naar luisteren, maar tegen haar zou ik willen zeggen, heb jij wel eens gehoord van de Spaanse Inquisitie? Of de Inquisitie in het algemeen? Heb jij je wel eens verdiept in de geschiedenis? Heb jij je wel eens afgevraagd waarom wij geen zin hebben in een universeel geloof? Oude Perry, nu ga je de lat wel heel hoog liggen, heel hoog liggen hoor. Want zij is namelijk een Marokkaans, vrouw, moslim, links, goed gebekt, Amsterdams, Ajaxiet. En dat wil niet zeggen dat ze weet van de geschiedenis. Oh, dat is niet helemaal waar, want als Ajaxiet is, dan weet ze nog dat Ajax heeft vorig jaar tegen PSV een hele mooie wedstrijd gescoord. Het is de dood in het graf, hoor. Ik ben gelovig, maar heb progressieve waarden. Wat zijn progressieve waarden? Ik zou het echt niet weten. Ik ben gelovig, maar ik heb driehoekige waarden. En soms zijn die vijfpuntig. Wat is progressief? In de combinatie met waarden. En waarden daar. Ik ben christen en ik lees het Oude Testament net zo goed. Daar staan toch de 10 waarden in? Is dat progressief? Nee, dat dacht ik niet. Dat komt uit het boek Exodus. En dat is dan weliswaar een stukje ouder dan de Koran. En zij zal misschien zeggen, ja, de hele Bijbel heeft afgedaan, dat doen we niet meer aan, want we hebben een heel modern boek uit de 325, nee, wat is het, 600. En daar zat alles veel beter in. Mooi zo. Zeg dat dan. Heb het lef. Fatima Elatik, heb het lef.
om de Joden ook voor de schenen te trappen. Noem je dat progressief, jongen? Er zijn helemaal geen progressieve waarden. En zij is links, hè? Dus zij is dus Marokkaans. Ja, ze had moeten zeggen: mijn familie komt uit Marokko en ik ben een Nederlander. Ja, of je woont hier niet. Ja, dan ben je slechts op bezoek. Dat is mooi. Dan hoef je van mij niet in de gemeenteraad om een beetje op een boot te gaan zitten van 35.000 euro... en al die arme Amsterdammers op een bijstandsuitkering maar toe mogen kijken hoe jij lekker daar zit te proosten. Hey, je mag natuurlijk ook niet drinken met de Ramadan. Oké. Die gaat er dan af. Maar die dag toen de zon ondergegaan was, is natuurlijk wel lekker gaan eten, denk ik. En ze is vrouw, ja, dat maakt me ook niet uit. Dat interesseert me niks. Ze is moslim, nou, het verkeerd Nederlands, had moeten zeggen Mohammedaans. Want we praten in Nederland Nederlands en niet Arabisch. En zij kan trouwens volgens mij geen drol Arabisch, denk ik hoor. La ilaha ilaha. Ik vraag me af of zij weet wat dat nou eigenlijk betekent. Ik weet het wel. En ik ben het ermee eens. En Mohammed de Rasulallah? Ja, voor mij niet. Als ik zou zeggen, Christus de Rasulallah. Ik zou zeggen, de wet, comma, de profeten. En Christus en zijn volgelingen, de Rasulallah. Maar ik ben van de oude doos. Van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het boek dat af was qua inhoud 500 jaar voordat de Koran werd geschreven. En ze is links. Nou, en dat wil ik ook helemaal nooit meer horen. Want links, dat is katholiek. En ik hou niet van katholieken. Ja, niet van een persoonlijke katholiek, dat maakt me niet uit. Maar van het idee. Elke zondag naar de kerk. En als je niet komt, dan word je erop aangekeken. En alles wat erbij hoort. Het zijn die katholieken geweest die dat communisme hebben verzonnen. Dus zij, met dat ze links is, geeft zij dus achteraf akkoord aan die concentratiekampen die ze in Zuid-Amerika hebben laten maken. Nou, mevrouw Fatima Elatik, heb jij een lange kerfstok? Ik hoop het. Want dat wordt kerven. En zij wil meedelen in die schuld van die katholieken. En die communisten. En daar worden mensen onrustig van. Nou, ik niet. Ik word er helemaal niet onrustig van. Ik ben er totaal rustig onder. Ik vind het al lang blij dat zij die rekening gaat betalen. Die er nog open staat met Zuid-Amerika. Met die concentratiekampen daar. En ik praat niet uit mijn linker achterteen. Het heet Rediciones. Dat speelde zich af in Paraguay. Je kan zo op Google, als je me niet wil geloven of wel wil geloven, Google Paraguay en dan Reduction Areas. En Reduction, dat is Reduction. Reduction Areas. Reduction Areas. Drie woorden. Paraguay, eerste woord. Reduction, tweede woord. Areas, derde woord. Vind je dat zo? Maar goed, zij wil eraan mee gaan betalen. Dus krijgen we hier
krijgen een fout kopje, er staat geen hoofdletter. Dat is erg dommig. Ik denk dat de journalist hier een beetje ook al voelt van... Nou, als ik dit allemaal op ga schrijven, dan gaat Perry Winkel, die gaat er een beetje overlopen zeurderetje. Hij wordt hier al een beetje bang. Mooi zo. Ik lees weer voor. Van de journalist. Ze blijkt niet bang om stelling te nemen. Ook niet in zaken waarin ze dat strikt genomen niet hoeft te doen. Oh. Oh, ze doet overbodige dingen. Okay. Fatima Elatik vaart tijdens de Kanaal Pride. Wat is dit dan weer? Het heette toch de Gay Parade? Oké, de Kanaal Pride, dat zal in Amsterdam geweest zijn. Van 2016 als heteroseksuele bondgenoot trots mee op de Marokkaanse boot. Oh, zij is een bondgenoot van sodomieten. Ja, dat is helemaal mooi. Ik niet. Ik heb vrienden waarvan ik zeker weet dat ze seks hebben gehad met mannen. En dat zijn vrienden van mij. Ik ben geen bondgenoot. Ja, man. Maar die ene man die ik ken, ja, dat ben ik. Ik ben zijn meest favoriet. Nee, moet ik zeggen? Ik beschouw hem als de beste barkeeper. Dat heb ik hem genoemd. Een erg goede barkeeper. Goede grapjes op zijn tijd. En correct schenken, correct afrekenen. Alles in één keer zien. Je staat bij hem nooit lang te wachten. Hele fijne vent. Hij komt uit Friesland. Ik ben geen bondgenoot. Weer gek. Maar zij vinden dus dat die sodomieten moeten de ruimte moeten krijgen. Nou, dat vind ik helemaal niet. Gaat zij zo dadelijk dan ook staan op de luiersexboot? Die krijg je ook nog, hè, de luiersexparade. Dat is ook een hele bevolkingsgroep, hoor, die zich ongelooflijk ondergeschoven voelt. Nou, doe je best, zou ik zeggen. Trots mee op de Marokkaanse boot. Andere Marokkaans-Nederlandse... Oh, dat zie ik nog voor het eerst. Marokkaans-Nederlandse. Politici betuigen de homo-kwestie inmiddels wel als lippendienst... maar willen niet op de barricade worden gezien. En dan komt Fatima Elatik weer aan het woord. Het gaat mij om rechtvaardigheid. Mijn gemeenschap? Ik ben niet bang voor de gemeenschap. Welke vrouw met hoofddoek trouwt een homokoppel? Niemand dus, behalve ik. Dat hoef ik niet te doen, maar doe ik wel. Ik bedoel, woorden schieten mij tekort, hoor. Punt 1, trouwen, waarom zou je trouwen? De enige reden is dat je daar een fiscaal voordeel in ziet. En ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die willen graag trouwen. En dan, ja, zo gauw dan die kinderen uit de luiers zijn, dan worden die kerels de deur uit getrapt. Want die kinderen kunnen naar het kinderdagverblijf en mama kan lekker dingetjes gaan doen van de uitkering. Een leuk baantje of zo in een boekenwinkel. Allemaal dankzij dat huwelijk. Dat huwelijk moet je helemaal afschaffen.
En dan willen mannen willen gaan trouwen. Dat die mannen zeggen, ja, maar je hebt zo'n man en een vrouw. En dan heeft met name die vrouw dan tegenwoordig best wel fiscaal voordeel aan een huwelijk. Want dan kan ze die vent de deur uittrappen als ze zin heeft en seks met een andere vent. Maar dat wil ik zelf ook kunnen. Ik vind dat mensen dat zelf maar uit moeten zoeken. Ik heb helemaal geen moeite mee dat twee mensen zeggen, van, nou zullen we even wat dingen op papier zetten. Voor het geval dat een van beiden Korsakoff krijgt, of syfilis, of whatever. Die wordt knettergek. Dement raakt. Dan heb je nog een contract. Ik zeg, ja, dit hebben we afgesproken. Dat is de handtekening van die en dat is de handtekening van mij. En we hebben twee exemplaren. Dat is toch ook een soort van formeel huwelijk. Voor de rest staat in de Bijbel dat het huwelijk, dat vindt plaats op het moment dat je de huwelijkse daad, heet dat. Als je trouwt een vrouw, of je trouwt een man, even vanuit het mannelijk perspectief, dus als man trouw je met een vrouw, op het moment dat je niet alleen maar naar de film gaat en naar de sauna, of op vakantie. Of samen koken. Wat ook allemaal heel sexy is. Het huwelijk is dat je echt uitwisseling van lichaamsvloeistoffen doet. Even kijken hoor. Anders, ik lees weer even voor. Anders dan de meeste politici haalt Fatima Elatik niet uit naar moslims als groep. Mohammedanen. Dan komt er een quotering. Ik bekritiseer alleen op individueel niveau. Dan gaat de journalist invullen. Dat betekent niet dat ze niet kritisch is op de islamitische gemeenschap. De Mohammedaanse gemeenschap. Zo heeft ze moeite met het dogma van de aangeleerde Itakula. Dat zal ik wel verkeerd uitspreken. Er staat achter tussen haakjes angst voor God. En dan komt er een quotering. Dus dat heeft ze letterlijk gezegd. Waarom moet ik Allah vrezen? Mijn God is geen bang ventje daarboven. Bangen mannen, ja. Die slaan wild van zich af. God is de heerser en de schepper van de hemel en aarde. Die verdoet zijn tijd niet aan blinde razernij. Waar moet ik bang voor zijn? God krijgt de schuld van heel veel dingen. Ik erger me aan de fatalistische houding van sommige Mohammedanen, zeg maar even, als iemand wat overkomt. Allah heeft het zo gewild, zeggen ze dan. Ik vind de eigen verantwoordelijkheid heel belangrijk. Dat is juist wat het Mohammedanisme zo mooi maakt. Dubbele punt. Je staat in directe relatie met je schepper. Er komt geen imam of geestelijke tussen. Alles wat we meemaken is een spirituele les, een kans op groei, niet een kans, niet een kwestie van straf of beloning. Ik ben het met haar metafysica niet eens. Zo'n mooie Engelse uitspraak. Dat is van die band van 10cc. Een Engelse van I don't like reggae. Nou, die hoeken. Die hebben een album uitgebracht. Dat heb ik toen gekocht. En weer doorverkocht. En daarin stond: In nature
there are neither rewards or punishments. There only are consequences. In de natuur is er geen sprake van beloning of straf. Slechts gevolgen. En dan terug naar dat begrip Itakula. Itakula? Dan denk ik, Itakula? 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 Ik kan het helemaal niet. Dus godsangst, godsvrees. Nou, de reden dat je God moet vrezen is omdat je hem moet vrezen. Als je hem niet vreest, dan ben jij een kind van deze wereld. En dan niet zeuren dat je even later voor ISIS loopt te knallen. En dan zonder linkerbeen terugkomt uit de woestijn. En dan maar hopen dat je hier in Nederland je uitkering terugkrijgt. Alles wat we meemaken is een spirituele les, dat zegt ze dan ook. En dat is bullcrap. Alles wat we meemaken, dat is de wil van God. Met die leuke, zogenaamde vrije wil. Dat iedereen maar een beetje doet waar hij zelf zin in heeft. Lekker een boot huren voor 35.000 euro en op kosten van de Amsterdamse burger. Iets heel moois gaan doen op je werk. Van ja, ik heb Ramadan. En kijk eens, ik trek me er niks van aan hoor. En wat ze hier zegt, hè, ik erger me aan die fatalistische houding van sommige Mohammedanen als iemand wat overkomt. Allah heeft het zo gewild, zeggen ze dan. Nou, daar kan ik met haar meegaan. Dat is wat, als je het even naast Christus legt. Christus is geconfronteerd geweest met mensen die het helemaal niet zo makkelijk hadden. En Christus heeft nooit gezegd, is de wil hoor. Niks aan de hand. Nee, er is onderscheid. Er is zoiets als goed. En er is de rest. Je zou kunnen zeggen dat het boek van Friedrich Nietzsche, wat dan bespreekt over het voorbijgaan aan goed en kwaad, dat Nietzsche zegt, ja, je hebt goed en dom. Ze komt niet slim over. Dat had toch ook in de gaten. Hier in Nederland wonen hoeveel Marokkanen? 10.000? Nou, ik dacht een beetje meer. Hè? Zij is met haar familie, of haar familie, ze is misschien hier in Nederland geboren. Haar familie dacht, wij gaan naar het dichtstbevolkte land in Europa. Bijna ter wereld. En dan gaan we daar zelf tussenin lopen, ja, schouderen, ellebogen. Een beetje ruimte creëren voor onszelf. In het dichtstbevolkte land ter wereld zo'n beetje. Dus je eigen ding, mevrouw Fatima Elatik. Van jouw familie. En waarom jouw familie in Marokko niet gelukkig was. Was dat omdat Marokko al zo mooi was, dat ze de schoonheid van Marokko wilden exporteren naar Nederland?
Hoe kan het dan dat ik Marokkaanse vrienden heb? En die gaan... Dat zijn Nederlanders, by the way. Maar die komen uit Marokko. Die kunnen ook Arabisch. Die hebben ook echt een Koran gelezen. Nou, zei die ene, dat was Rashid. Die zei tegen mij... Oh, ik ben zo blij dat mijn vakantie naar Marokko voorbij is. Want hij was naar Casablanca gegaan. En dan liep hij s'avonds, dat was het meest treurige verhaal. Dan liep hij terug naar waar hij zou gaan slapen. En hij dacht nog, toen hij op de heenweg liep... Van dus ga ik hier naar links en dan naar rechts. En dat is bij daar en daar en daar. En toen hij terugliep, stond overal lag afval. Overal lag rotzooi. En toen dacht hij, fuck. Waar was ook alweer die straat naar rechts? Was dat bij die grijze vuilnisbakzakken? Of bij die kapotte tv? Dit is wat Rashid tegen mij verteld heeft. En hij was blij dat hij weer in Nederland was. En daar mag Fatima Elatik zich een keer druk over maken. Maak je druk over Marokko? Rashid vertelde me ook dat hij onder de douche was geweest. Het is een hele schone man. Ik ben in zijn woning geweest en ik heb in zijn bed geslapen. Een hele schone man. En hij was lekker wezen douchen, helemaal lekker fris. En dan naar buiten, want ja, je bent de Casablanca. En hij kan die taal natuurlijk helemaal. En dan zat hij op het terras en hij had het warm. En hij pakte zo'n tissue. En hij strijkt over zijn voorhoofd. Op zich. Oh, wat heb ik het heet. Kijkt hij naar dat witte doekje. Dat is helemaal grijs. Ja, als die grijze meuk op je voorhoofd zit, wat denk je dat er in je longen zit? Laat Fatima Elatik zich daar zorgen over maken. Een beetje frisse lucht in Casablanca misschien. Hele grote ventilators maken, dat je al die roet allemaal wegblaast. Ik weet ook niet wat ze moeten doen. Misschien is het wel zo dat ze in Marokko hebben ze hun land overneukt. Zoveel kinderen gemaakt dat land dat niet meer kan dragen. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Wat ik gek vind is dat ze dan hier naar Nederland komen. Wat is dat dan weer van onzin? En wij Nederlanders, wij zijn weggevlucht. Maar dat was op de vlucht voor de katholieken. En die katholieken, dat is geen geintje. Het is een beetje moeilijk te achterhalen hoeveel van ons er door de katholieken zijn afgemaakt. Maar de zuinige schattingen liggen rond de 500 miljoen. En er helemaal pikant, want dat zal Fatima Elatik echt niet op prijs stellen. Maar de Koran is geschreven op kosten van de katholieken. Dat was omdat de katholieken, die wilden Jeruzalem. Net als met het spelletje Monopoly, iedereen wil de Kalverstraat. Want daar kan je de meeste beuren. Ja, zo wilden ze Jeruzalem. En die Joden die waren niet van plan om zomaar op te hoepelen. Dus hebben ze de Koran laten schrijven van dat de Heere tegen hun zal zeggen... Als er een steen is waarachter een Jood schuilt, dan roept die steen naar jou, achter mij zit een Jood.
Ja, Fatima El-Atik. Ken je Koran? Ga ik weer verder, de journalist. Ze maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij de derde generatie. Een letterlijke quotering. Het is erg, ja. Het is eng, ja. Die jongeren die eigenlijk te weinig weten van hun eigen religie. Het is allemaal een schuinschrift, ik weet niet, ja, hearsay. Het is allemaal van horen zeggen. Ik vind het prima als ze geen muziek willen luisteren. Maar het is een soort conservatisme waarvan ik me afvraag, helpt het je nou in je spirituele groei? Maakt het je tot een beter mens? Geloof moet je niet afsluiten van de wereld, het leven. En anderen de maat nemen, daar kan ik al helemaal niet tegen. De maat nemen. Dat heet oordelen. Urteilen of Duits. Dat is een oordeel vellen. Dus de maat nemen is een oordeel vellen. Iemand vraagt aan jou: Oké, ik moet een nieuwe deur installeren. Maar hoe breed is de post? De deurpost? Nou, dan pak je een centimeter en dan zeg je: oh, 97 centimeter. Dat is oordelen. En andere mensen oordelen, dat is geen enkel probleem. In de Bijbel staat het heel mooi, in Matthäus 7, daar staat: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden. Er staat dus niet van: gij zult niet meten. Er staat: je zal niet meten om jezelf boven een ander te plaatsen. Dat is de inhoud van die tekst. En zij kent dus jongens, jongens en meisjes die weinig weten van hun eigen religie. Nou, die is er volgens mij helemaal niet. Er is maar één religie. Dat is de oudste religie. Dan heb je wat bijkomende aspecten zoals boeddhisme, whatever. Er is maar één religie. En dat die jongens dat allemaal, of die kinderen dat allemaal van horen zeggen hebben en niet zelf de Koran hebben gelezen. Ik vraag me af in hoever zij de Koran gelezen heeft. Maar vooral die grappige tekst van: als een Jood schuilt achter een steen, dan zal de steen roepen: achter mij schuilt een Jood. Nee, dat is vredelievend. Dan ga ik weer verder. Ik heb best wel... Oh, wat een hoop tekst. Oh. Ik denk dat ik dit niet allemaal ga voorlezen, hoor. Even kijken. Tegelijk herkent Fatima El-Atik veel van dit jeugdige conservatisme uit haar eigen leven. Ik ben opgegroeid als moslim, wat zij dus zegt, Mohammedaan, maar koos op mijn 16e zelf voor de islam, dus het Mohammedanisme, als levenswijze. Ik was op mijn 14e begonnen met een onderzoek naar mijn geloof en werd door de jaren heen echt roomser dan de paus. Djellaba aan, handschoenen, zware hoofddoek, mannen geen hand geven, geen
muziek. Maar nu praat ik over 30 jaar geleden. Het was een veilige experimenteerfase waar ik ook weer uitgroeide. Het werd door iedereen gewoon als de puberteit gezien. Daarbij had ik een sterke omgeving. Mijn broers zeiden, quotejes, doe eens normaal man, je komt toch gewoon van hier? Ik groeide op in een witte buurt, wij vierden kerst, dat is katholiek. Het katholicisme en het mohammedanisme, dat streeft naar een eenheid van kerk en staat. Dat is één pot nat. Ik groeide op in een witte buurt en wij vierden de katholieke feesten. En daardoor had ik een heel ander socialisatieproces. Veel islamitische jongeren groeien in krappe appartementjes in de zwarte buurten met elkaar op. Sommigen weten niet eens hoe met Hollanders te communiceren. Ja, fok me heel! Hoe zit het met die Denen? Hollanders, wat is met... Wij heten helemaal geen Hollanders. Wij zijn Nederlanders. Je hebt de Noord-Hollanders, de Zuid-Hollanders en de rest. En de Drent, die hoort er ook bij. En de Achterhoek, auch. En Limburg, auch. En Belg, auch. Schandalig. Je kan ook zeggen, sommigen weten niet eens hoe ze met Engelse, Deense, Zweedse, Noorse, Finse, Hongaarse, Belgische, Franse, Spaanse, Italiaanse en ook Nederlandse mensen te communiceren. Ja, ga er dan wat aan doen. Is dat ons probleem? Ja, het is jullie probleem, want wij zitten hier in Nederland en dan gaan we lekker zeuren over jullie. En dat het allemaal om jullie gaat en de communicatie met jullie is echt heel moeilijk. Ja, dan groet op de Luxemburg. Dan gaan we de Luxemburgers communiceren. En hoe komt dat dan, Fatima Elatik? Waarom kan ik? Ik ben geboren in Bovenkerk. En jij hebt in Amsterdam gewerkt, dus jij weet waar Bovenkerk ligt. Waarom kan ik communiceren met Denen, met Zweden, met Finnen, met Nooren, met Duitsers, met Belgen, met Engelsen, met Ieren, met Amerikanen, met Spanjolen? Waarom ik wel? En jullie mokro's niet? Het maakt mij niet uit hoor, als je met mij niet kan communiceren, dan loop ik je gewoon straal voorbij. En wie heeft mij dat geleerd? Nou, mijn opa niet. Die had niet eens een rijbewijs. Die had een brommer. En ik ken er wel meer Nederlanders die uitstekend in staat zijn om te communiceren met Duitsers en Nooren en Zweden en Engelsen en Amerikanen. En het maakt niet uit wat. Ik zat laatst in een koffieshop en ik hoorde wat. Ik dacht, wat de F? Zijn jullie Pools? En die kerel zo grinniken? Nee, wij zijn Russisch. Ik dacht, oh, sorry, zei ik. Ja, zeiden ze, dat maakt niet uit. Dat wordt wel vaker door elkaar gehaald. Ja. En de conversatie vond plaats in het Engels.
allemaal een beetje lachen. Sommigen weten niet eens hoe met... Sommigen weten niet eens hoe met Hollanders te communiceren. Dus sommigen weten niet te communiceren, dus ook niet met Hollanders. Ze zitten met elkaar op school en hebben geen vrienden buiten hun eigen clan. Zo. De enige Hollanders, dat klopt ook helemaal niet, hè? De enige Nederlanders die ze kennen, verhouden zich in een hiërarchische machtspositie tot hen. Zoals de leraar. En niet onbelangrijk de agent. Ja, maar waarom worden jullie dan geen leraar? Waarom leer je niet gewoon netjes Nederlands? En dan ga je hier voor de klas staan en zeg je, hallo, ik ben Fatima Eglatik. En ik heb heel veel respect voor jullie. En ik bewonder jullie taal. En daarom woon ik hier. Ik bewonder jullie cultuur. Daarom woon ik hier. Het is hier hartstikke druk. Maar ik wil bij jullie zijn. En ik wil jullie kinderen iets vertellen. Over jullie mooie taal. Of over wiskunde. En doe het dan zelf. Weet je, lopen zeuren aan de rand van het speelveld. Zoals de leraar en niet onbelangrijk de agent. Maar wat is dat voor een combinatie van twee termen? De leraar en de agent. Fatima Elatik. Je snapt er helemaal niks van. Punt 1, wij willen hier in Nederland helemaal geen agenten. Dat is de Nederlandse cultuur. En jullie in Marokko, ja, dat is jullie cultuur. Met je koning, huppeltje pup. Toen hij jarig was, toen verscheen zijn gezicht op de maan. Wij hebben dat helemaal niet nodig. Wij weten al lang dat je niks hebt aan agenten. Alleen maar voor parkeerbonnen of zo. Dan ga ik weer verder. Dit is nog steeds Fatima aan het woord. Toen ik jong was, gold ik als onderzoeksobject. Een Marokkaanse vrouw die studeert, was een heel fenomeen. Men focuste zich op mijn etniciteit en migrantenachtergrond, niet op mijn religieuze identiteit. Ja, wat doe ik hier? Kan ik erover zeuren? Fatima Elatik, ik ben Perry, ik ben christen. Er kwamen mensen naar Christus toe en die vroegen aan hem, hoe moet dat met die belasting? En dan vroeg Christus aan die mensen, ja, wat voor een belasting? Wat moet je nou betalen dan? Nou, zeiden die mensen, ja, ik heb zoveel munten en dan moet ik zoveel munten moet ik betalen aan de keizer. En Christus zei, laat zien dat muntje. En hij kreeg dat muntje. Hij zei, ja, hier staat een hoofd op van iemand. Aan de ene kant staat... Dat is kop of munt, hè? Aan de ene kant staat het bedrag van de munt. Aan de andere kant een hoofd. Wie zijn hoofd staat erop? Ja, zeiden die mensen, dat is het hoofd van de Romeinse keizer. Ja, van de katholieke keizer. De Pontifex Maximus. En waarop Christus zei, nou ja, dat is toch zijn munt. Teruggeven die handel. Dat is geen belasting, dat is gewoon, ik heb een munt gevonden. En die is volgens mij van jou, hoe heette die keizer toen? Herodotus of zo.
Maar er is geen religie. Er is het geloof. Er is je verstandigheid. Het is je doorzien van dingen. En het is dat jij, Fatima Elatik, had moeten inzien dat je niet zomaar kan bootje varen, ook al is het Ramadan, en dat je daar onschuldig mee wegkomt. Want je hebt meegedaan. Schande. Je hebt meegedaan en niks gedaan. Een beetje klagen over, ja, we komen met z'n allen hier, want in Marokko was het een enorme puinhoop geworden. En toen dachten we, nou, dan vluchten we naar Nederland, want dat is het dichtstbevolkte land ter wereld. En dan zal het wel goed gaan. Nou, het viel behoorlijk tegen. Want de kinderen van ons, die kunnen niet communiceren. Dus ook niet met Nederlanders. Dus ook niet met mensen uit Noord-Holland en ook niet met mensen uit Zuid-Holland. Wij kunnen niet communiceren met Drenthe. Wij kunnen niet communiceren met Grieken. Met de... Oh, dit is erg. En we kunnen niet communiceren met Limburgers. Ja, misschien had je gewoon in Bergeria moeten blijven. Vraag om een recuperatieprogramma. En dat is geen correct Nederlands. Even kijken wat hier nou staat hoor. Zo, dat net. Ja. Een leven lang toelichten, uitleggen en verdedigen. Fatima Elatik wordt er doodmoe van. Een quote. Ik ben geboren in de Dapperbuurt en groeide op als een verwend kreng in Zuid. Een platgebekte Amsterdamse. Niks exotisch aan. Thuis werd de krant gelezen. Gediscussieerd. Ieder actualiteitenprogramma gevolgd. Ik heb niet de eerste 4 jaar op een ezel gezeten om Nederlandu Akbar. Ze maakt een buigbeweging. Ik zou niet weten wat Nederlandu Akbar is. Hè? Je hebt Allua Akbar, dat betekent God is groot. Bedoelt ze dan Nederland is groot? Okay. Ze maakt een buigbeweging. Door het geweldige onderwijs te zijn gered. Dat is ook de reden waarom ik liever geen interviews aan witte journalisten geef. Nou, op Rotterdam. Wegwezen. Als je niet tegen de hitte kan, de keuken uit. Als witte mensen voor jou een issue zijn, weg. Wat is dat voor onzin? Dat is een ongelooflijk racistische opmerking die ze hier maakte. Dus ik mag haar niet interviewen, tenzij ik van tevoren naar Marokko ga of onder de zonnebank en ik krijg een tintje. En dan gaat ze mijn tintje inspecteren. Dan zegt ze, ja, oké, ja, ja, je hebt wel een tintje. Ja, oké, je hebt een tintje, dan mag het wel. Wel even je onderbroek uitdoen om te kijken of je echt wel een tintje heeft. Want als je billen wit zijn, nou, dan heb je onder de zonnebank gelegen. Als je onder de zonnebank gaat liggen, je krijgt niet echt bruine billen. Hè? Een beetje een wit spleetje. Ik weet dat, want ik heb onder de zonnebank gelegen. Door het geweldige onderwijs te zijn gered. Dat is ook de reden waarom ik liever geen interviews aan witte journalisten geef. Ik ben het zat om mijn afkomst uit te moeten leggen en steeds hun voordelen te moeten ontkrachten. Het gaat nooit om mijn professionele blik op de samenleving, maar om het fenomeen Elatik.
Ik luister gewoon hip-hop, hoor. Tupac, uitroepteken. Als ik vroeger een lastige raadsvergadering had, reed ik eerst nog een rondje met de muziek aan. I got 99 problems, but the bitch ain't one. Iedereen mag van mij luisteren naar Tupac. Wat doe ik? Ik vind het een stom nummer. Ik heb 99 problemen, maar mijn vriendin is daar niet één van. En mijn vriendin is daar niet. Ik heb 99 problemen. Daar zit mijn vriendin niet tussen, zo moet ik zeggen. Fatima Elatiek was 19 toen ze voor het eerst op tv verscheen in het programma Vesuvius. Ze werd meteen een mediafenomeen. Zo'n intelligente jongen, destijds nog zwaar, gesluierde Marokkaans-Nederlandse vrouw die plat Amsterdams sprak, had nog niemand gezien. Dat maakt ook helemaal niet uit. De rest ga ik niet voorlezen, wordt het veel te lang. Even kijken naar het laatste stukje. Hier nog een foto van haar. Oh, ik zie er al, ja. Dat is gewoon een communist. Dat zou ze moeten zeggen. Ja, ik ben communist. Ik ben ervoor dat de hele middenstand uitgeroeid wordt. Al het onderwijs, dat moet allemaal naar de overheid toe. We gaan naar de Brave New World of de 1984. Je mag kiezen wat je wil. Dat boek van Aldous Huxley of dat boek van William Blair. Die geschreven heeft onder de naam George Orwell. En daar ben ik voor. En daar wil ik wel een beetje geld voor hebben. Snap je daar? En niet zeuren over zo'n boot van 35 ruggen. Dat hoesten die Amsterdammers maar op. Staat hier nou, de eerste verkenningen over een hoofddoek werden in opdracht van de eenheidsleiding uitgevoerd door onderzoeker Auke van Dijk, die een aanbevelingsrapport schreef over religie en kledingsvoorschriften. In augustus 2015 hing in de kamer van de Amsterdamse korpschef de ondertussen beruchte poster met een gehoofddoekte agenten erop. Ja, nu krijg ik echt last van diarree. Dat slaat nergens op. En dan mag zij gaan beseffen. En als zij dan luistert naar Tupac, ja, wat doe ik hier? Ik heb hier een cd in huis van die vrijmetselaars. Van King Crimson. Die cd Discipline. En vroeger had ik die op LP. Wat maakt het uit? En wat voor muziek iemand luistert. En als de mensen zeggen, ja, dat doe ik niet. Ja, die begrijp ik. Die snap ik heel goed. Die willen rust. En het is ook goed om naar die rust te zoeken. Maar af en toe een muziekje. Motorhead bijvoorbeeld. Ace of Spades, Ace of Spades. I don't wanna live forever. Het is ernstig, ik heb er medelijden mee. En vooral met het feit dat ze zo'n hoge vlucht heeft gemaakt. Het is een mooi lied van, ik ben aan het afsluiten, met Tom Petty en de Heartbreakers. I'm learning to fly, but I ain't got wings. I'm learning to fly,
and coming down is the hardest thing. Tom Petty and the Heartbreakers. I'm learning to fly. Het verhaal van Icarus. Haar familie is verhuisd naar het wespennest van de wereld. Het wespennest van de katholieken. En de sterfie van de joden. Die hier naartoe zijn gevlucht omdat ze dachten dat ze veilig waren. Ja. Het is maar de vraag wat je onder veilig verstaat. Ik vond het wel een mooie afsluiting. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren. En voor Fatima Elatik. Elatik, dat weet ik ook niet. Ik heb niks persoonlijks tegen jou. Ik heb wat tegen de overheid. Ik heb wat tegen de eenheid van kerk en staat. En niet alleen ik. Maar mijn vader ook. Dat is toch echt waar? We gaan niet de kerk en de staat verenigen. No way, Jose. En dat doen we door een strikt onderscheid te maken. En mensen die van meerdere goden zijn, die heb je. De ene dag is de dag van die god en de andere dag is de dag van die god. Ja, die mogen niet bij de overheid. Dat doen we niet. Dat willen we niet. Gewoon die neutraal gelovende moet je hebben. Die anarchisten. Daar gaat het om. Nou, hey, bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers, zag ik tjus. En dag lieverds.